allemaal, ik ben er weer met een nieuwe video en zoals jullie aan de titel konden zien ga ik het vandaag hebben over mijn piercing. Ik heb op 28 oktober 2018 een helix piercing laten zetten. Hier zit hij. Ik ga jullie daar vandaag wat meer over vertellen. Ik heb heel veel de vraag gehad of ik hier een aparte video over wilde maken. Omdat er heel veel meiden zijn die ook heel graag zo'n piercing willen, maar niet zo goed weten of ze het durven. En hoeveel pijn het doet. En hoe lang het duurt voordat het is genezen. Dus daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. Ik ga gewoon mijn ervaring delen van een piercing zetten. En dan hoop ik dat ik mensen kan helpen om de beslissing te maken om het wel of niet te doen. Dus ja, doe alvast een duimpje omhoog als je dit leuk vindt. En dan ga ik snel beginnen met mijn storytime over mijn piercing. Ik wilde echt al heel erg lang een helix. Ik vind het gewoon heel erg mooi. Ik wil er nu eigenlijk ook meer hebben in mijn oor. Ja, ik vind een oorpiercing gewoon ontzettend mooi. En ik wilde dus al best wel lang een helix. Ik had het gekregen voor mijn 19e verjaardag van mijn stiefmoeder en mijn stiefzusje. En uiteindelijk heb ik het pas na mijn 20e verjaardag gedaan. Dat zegt wel hoe lang ik heb getwijfeld om het te doen. Wat voor mij de grootste drempel was, was dat ik altijd hoorde dat de pijn daarna altijd best wel heftig is. En dat het ook best wel lang duurt voordat dat weg is. En voordat je erop kan slapen en dat soort dingen. En dat hield mij heel erg tegen, want dat vond ik gewoon allemaal superveel gedoe. Ik had gewoon geen zin om met pijn aan mijn oor rond te lopen. Uiteindelijk heb ik dus toch de beslissing gemaakt om het te doen. Ik vond het doodeng, maar ik dacht ik ga er gewoon voor. Want ik wilde letterlijk al 2 jaar lang die helix en ik deed het maar niet. En ik dacht, Pam, doe niet zo stom, doe het gewoon. Zondag 28 oktober was ik met mijn stiefzusje en mijn stiefmoeder. Want die hadden het tenslotte toch voor mijn verjaardag gegeven dat jaar daarvoor. Dus ik wilde het wel met hun samen doen. Toen ben ik naar de Zwarte Markt in Beverwijk geweest. En daar zit de tattoo en piercing shop van Ben, of nou ja, van de Sanders familie. Het is natuurlijk niet echt alleen van Ben Sanders, maar goed. Die zitten op de bazaar met hun winkel. Dus daar heb ik hem laten zetten. Ja, was echt super chill. Ik heb geen afspraak hoeven maken. Ik kwam daar gewoon en ik heb gewoon gezegd van ik wil een helix. En 10 minuten later zat ik in de stoel. Wat ik als eerste even de wereld uit wil helpen. Een piercing laten zetten, of tenminste een helix laten zetten, is echt niet pijnlijk. Tuurlijk voel je het, want er gaat een naald door je oor. Ook best wel een lange naald, daar heb ik ook maar niet naar gekeken, want het is best wel eng gezicht. Maar het is echt zo gedaan. Ik zal jullie zo meteen een filmpje laten zien van het moment dat ik hem ging zetten. En daar kan je ook echt zien dat die piercing er echt binnen 20 seconden in zit. Dus ja, 20 seconden, dat beetje pijn overleven, dat kan iedereen. En ja, hoe voelt het? Het voelt eigenlijk een beetje alsof iemand in je hand gniept. Of iemand je gewoon gniept. Ik vond het echt niet heel veel minder pijnlijk dan bijvoorbeeld een oorbel laten zetten. Dat is natuurlijk nog net iets sneller, want dan doe je klik en dan zit het erin. Met piercen duurt het natuurlijk ietsje langer, maar goed. Ik vond het echt niet heel veel minder pijnlijk. Ik vond eigenlijk mijn tweede gaatje schieten, vond ik eigenlijk vervelender dan deze piercing. Ik zal nu heel even het filmpje laten zien van het moment dat ik mijn piercing liet zetten. Wauw, dat was het. Oh. Ik probeerde te filmen, het lukt niet echt. I see. Oh, dat viel hartstikke mee. Ja, dat zie. Oké. Ik heb hier kijken. Nou, helemaal mooi. Ja. Laat eens zien. Hij is scherp. Ja, hij is scherp. Mooi, hè? Ja. Nou ja, zoals je dus ziet zat het er echt zo in en zij was ook echt super lief en het ging gewoon heel snel. Ik moest gewoon 1 keer in en uit ademen en toen zat hij erin en toen draaiden ze het dingetje erop en dan heb je een piercing. Het is echt zo gedaan. Als ik er nu zo op terugkijk dan denk ik echt waarom heb ik niet gewoon eerder die helix laten zetten, want je denkt dat het zoveel erger is dan dat het is en uiteindelijk viel het zo mee. Maar
Dat is altijd achteraf. Over het helingsproces. Waar ik dus het meeste bang voor was. Ik heb hem in mijn rechteroor laten zetten. En ik slaap altijd op mijn rechteroor. Dus ik was echt het meeste bang dat ik echt, weet ik veel, een maand niet op mijn oor kon slapen. Omdat het pijn zou doen. En daar keek ik ook echt ontzettend tegen op. Maar binnen een week kon ik er alweer op slapen. Uiteindelijk was dat ook stress voor niks. Oké, dus hoe heb ik mijn piercing schoongemaakt? Oh my god, de buurman komt langs. Awkward, wacht even. Oké, I'm back. Sorry als de camera een beetje is verplaatst, maar goed, ik ben er weer. Oké, waar was ik? Oh ja, schoonmaken. Oké, wat ik moest doen van mijn piercer. Zij zei, doe gewoon warm water in een glas. Doe er zeezout bij en ga met een wattenstaafje het schoonmaken. Nou, ik ben nu denk ik pas sinds 2 weken gestopt met elke dag schoonmaken. Omdat ja, het is gewoon best wel genezen al bij mij. Ik heb dat 2 maanden elke dag gedaan. Elke avond voordat ik ging slapen gewoon een beetje water in een glas. Zeezout erbij. En rondom mijn piercing schoongemaakt. Gewoon een beetje hiertussen en hierachter. En ik heb het ook af en toe onder de douche heb ik dan aan mijn piercing zeg maar gedraaid. Zodat hij een beetje los kwam. Ik weet dat er hier altijd heel veel discussies over zijn van wat de beste manier is. En de een zegt dit is goed, de ander zegt dit is goed, de ander zegt je moet er niet aan draaien, je moet er wel aan draaien. Whatever, er zijn zoveel meningen over en zoveel dingen over. Maar ja, bij mij is alles gewoon goed gegaan. Ik heb geen ontsteking gehad, geen bloed of whatever. Eigenlijk is alles bij mij best wel heel erg goed gegaan. Het is ook echt heel snel genezen. Het is nu, als ik er zo aan voel, nog steeds een beetje gevoelig, maar ja, het doet geen pijn als ik eraan zit, zeg maar. Ik weet niet, bij mij is het gewoon heel goed genezen. En ik heb trouwens gewoon zeezout van de Albert Heijn gekocht. Gewoon zo'n hele grote pot met zout. Niks bijzonders. En daarmee heb ik het elke dag schoongemaakt. En dat werkt eigenlijk ontzettend goed. In principe mag je, geloof ik, als ik het goed zeg, 2 maanden een nieuwe piercing erin. Maar ik ga dat nog niet doen. Ik heb zoiets van, laat ik het nou maar gewoon echt nog even laten zitten, zodat het 100% zeker weten genezen is voordat ik er een andere piercing in doe. Want uiteindelijk wil ik hier een ringetje hebben. Maar ik wacht daar gewoon nog even mee. Nog een paar maandjes, denk ik. Het moraal van dit verhaal is eigenlijk dat je echt totaal niet bang hoeft te zijn om een helix te laten zetten. Het is gewoon zonde als je het niet doet, als je het super graag wil. Weet je, als je het heel graag wil, doe het gewoon. Ga er gewoon voor, want uiteindelijk valt het allemaal echt reuze mee. En ik ben er echt ontzettend blij mee. Sterker nog, ik wil er waarschijnlijk nog eentje laten zetten eronder. Of ja, ik weet nog niet precies waar. Ik ben daar nog even naar aan het kijken. Maar ik ga er 100% zeker weten nog eentje laten zetten. Want ja, ik vind het gewoon heel erg mooi. En dan was dit deze video alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer even op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij een volgende video. Doei doei!